Hallo mensen, ik ben Max en vandaag komen we tot de Max bij de nieuwe aflevering van Hoe Maak Je? En deze keer de Python uit de Efteling. Om te beginnen maak je een rechtstuk op 6 à 7 bloks hoog waar het station komt. Dan maak je een kleine afdaling naar beneden, gevolgd door een halve rond. Hieraan komt de lifthill. De lifthill van de Python is redelijk flauw en gaat daarom hier ook met 2 bloks steeds omhoog. De maximale hoogte van de lifthill is 29 meter, dus hier ook 29 bloks. Op het moment dat je de piek hebt bereikt, maak je een kleine afdaling naar beneden, vervolgd door een grotere halfrond. Nu volgt de hoofdafdaling. Deze afdaling is ook niet heel steil, dus ik heb hem met steeds één blok naar beneden gebouwd. Maak deze afdaling niet helemaal tot beneden, want zo gaat hij in het echt ook niet. Nu volgen de twee loopings. Zorg ervoor dat de twee loopings allebei ook een ei-vorm hebben, zoals ik heb uitgelegd in de Speed of Sound video. In het echt is de tweede looping wat lager dan de eerste, maar omdat ik dat er niet mooi uit vond zien en ik wil het graag symmetrisch hebben, heb ik ze dus allebei gelijk gemaakt. Nu volgt er een half bocht naar beneden en naar rechts en daarna de twee kurkentrekkers. De twee kurkentrekkers heb ik niet zo groot willen maken als dat ik wil, want anders zouden de karretjes er niet meer overheen kunnen rijden. Want ja, het blijft toch echt Minecraft. Dus ik heb het maar zo gedaan. Voordat ik aan de helix begon, heb ik zelf nog even de twee kurkentrekkers wat bloks opgeschoven zodat ik meer ruimte heb. Want ik merkte dat het een beetje krap werd. Vervolgens ben ik dus begonnen met het maken van de bocht en vervolgens de helix. Voordat ik de helix helemaal heb afgemaakt, heb ik ook nog eens eventjes het station wat verder naar me toe getrokken en zo verder alles kunnen verbinden. En nu is het alleen maar een kwestie van de rails aanleggen. Nu zijn de ondersteuningen aan de beurt. De ondersteuningen van de Python zijn grotendeels rechte palen naar beneden, dus dat is heel makkelijk om te maken. De ondersteuningen bij de lifthill en de eerste grote bocht voor de afdaling zijn van die grote boxconstructies. Dus dat is even het lastigste om te maken van alle support. Maar dat is gelukkig heel makkelijk om te doen met World Edit. Gewoon een kwestie van copy en pasten. Nu volgt de bouw van het station en de wachtrij. Zelf vond ik dat het resultaat op het einde niet heel erg goed gelukt was. Dat kwam vooral door het gebrek aan ruimte. Maar gelukkig is dit niet echt een heel belangrijk iets en kan je hier zelf je eigen fantasie de vrije loop laten gaan. Maar toch, om een beetje een beeld te geven van hoe het eruit zou kunnen zien, heb ik het toch eventjes hier versneld gemaakt. En dit was hem dan, de Python uit de Efteling. Ik wil jullie van harte bedanken voor het kijken naar deze video. In de volgende video gaan we werken aan de techniek van deze achtbaan. Als je het een leuke video vond, laat dan even een blauw duimpje omhoog achter en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. We'll be right back.